Soms is dat echt niet chill als je zo ver springt. We hebben iets nieuws. Deze game blijft gewoon leuk, want die lekkere bot-kraakgeluiden zijn gewoon super sappig. En vandaag heb ik weer een super leuke vraag. Laat even een like achter als jij een arm wil breken voor 1 miljoen. Maar check wat ik allemaal heb gekocht voor Game Passes. Check dit. Game Passes. Ik heb de Double Money gekocht. Dat staat hier niet, maar dat heb ik gedaan. We hebben natuurlijk de Infinite Breaks. Ik heb ook de Infinite Dislocations. Ik heb de Super Perk. En ik heb de Double Gravity. Wat gaan we upgraden? Ik ga letterlijk gewoon al mijn geld uitgeven. We zijn niet het hoogste level van de server, helaas. Huh? Dart? Zijn er tricks of zo? En meteen 100.000 verdiend. Alleen nu moeten we weer 20 minuten wachten. Ja, maar ik wist niet eens wat het deed. Dus die fireworks moet je echt doen wanneer je er afspringt. En die dart is denk ik dat je gewoon echt recht naar beneden duikt. Letterlijk. Dit is super weird. Maar wat was onze tactiek? Ik ben onze tactiek vergeten. Volgens mij was het dit. En dan dit. Ik weet onze tactiek niet meer. Ho, ho, ho. Misschien wel. Nope. Wat hebben we gebroken? Wat staat het? 200 botten. Dat was nog best wel in de buurt hoor, moet ik zeggen. Oh nee, deze moest je natuurlijk skippen. Ja, maar hoe deden we dat nou? Ja, die halen we denk ik nu niet meer. Nope. Die telde nu niet. Dat was zo mooi. Dat was letterlijk geen breuk of zo. Het was... We gaan het weer proberen. Nee, misschien moeten we de double gravity doen. Of misschien moeten we de gravity upgraden, bedoel ik. Jump height. Al die moeite die we hebben gedaan. Nou, het valt wel mee, de moeite. Maar ja, het is gewoon niet leuk. Maar waarom? Wat is daar mis? Ik weet gewoon niet wat er mis is. Misschien overdrijf ik gewoon. Maar voor mijn gevoel kwamen we er gewoon dik overheen. Ja, nu echt gewoon niet. We hebben geen snelheid. We hebben snelheid nodig. Oké, deze is wel goed. Deze is wel goed. Wat? Hebben we serieus gewoon een record gehaald? Letterlijk alles is bijna helemaal rood. Behalve een ribbenkast, een heel klein beetje en een schedel. Kijk, dat voelt even lekker. Dat voelt even lekker. Onze average is alleen 90. Dat moeten we even opkrikken. Weet je hoe dat komt? Omdat we elke keer op stop drukken. En dat moeten we niet doen. Zo, dit is hem. Hoho! Sorry als ik een beetje stil ben. Tijdens dat ik mijn botten aan het breken ben. Oh. Oh, daar zijn er 5 omhoog gegaan. Oké, ik dacht dat dit het record was. Laat maar, spijt me. We gaan nog een keer proberen. Oh, deze is wel goed. Bam, op de Scully. No, die was wel minder. We zijn gestopt. Ik moest iets meer naar voren. Hoeveel? 400 botten gebroken? Dude, kunnen we dit vaker doen of zo? Ik heb bijna een record gehaald, terwijl ik niet eens helemaal naar beneden ben gegaan. Laten we het eens zo doen. 200 botten. Als we daar goed afzetten, hè. Als we daar goed afzetten, is dat recordje er gewoon. We hebben 346. Dat is ons record, volgens mij. Dat moet goed komen. Dat moet zeker weten goed komen. Als ze gewoon daar helemaal naar beneden pleurt. Maar ik zie het niet zo goed. Oh, ik moet meer... Ja, dat is duidelijk. Oké, dus je moet echt W de hele tijd ingedrukt houden. Daar zet ik een beetje af. Misschien kunnen we nog over de rand. Nee! Zo close! Waar is mijn gezicht? Oh, daar. Wat? Mijn hele bovenlichaam was gewoon clean. Go! Volgens mij maakte Broken Bones ook een foutje. Tenminste, de makers. Want ze gaven het echt een hele gekke naam. Ik weet niet meer wat ze als naam gaven. Dit is zo slecht te runnen. Nou, maakt niet uit. Maar ze gaven het een hele rare naam. En ja, ik weet niet meer wat het was. Maar het was een hele weirde naam. Misschien was het een foutje. I don't know. Het heet in ieder geval geen Broken Bones meer.
Ik dacht zo van, wat? En ik zag ook een jetpack op het plaatje. Die is er nu nog steeds. Ja, waarschijnlijk is dat, heeft dat te maken met die nieuwe power-up stuff. We zijn bijna volgend level. Even kijken hoe hard gaan de levels omhoog. Per run. Dat is hem gewoon echt een hele goede... Kijk hoe ver hij springt. Soms is dat echt niet chill als je zo ver springt. We hebben iets nieuws. We zijn blauw. We zijn blauw. Kijk eens links. 200 botten maar. Ik dacht echt, als ik links ga kijken, heb ik 1000 botten gebroken. Nee, de ultieme poep gewoon. We hebben de millie. Laten we even niet focussen op ons lanceren. Ik wil eigenlijk gewoon die rots aanraken. Dit is wat ik toen deed. 100 botten. Oh, dat voelt zo lekker gewoon, hè. Oh, zo geweldig is deze game. En we alweer onze power-up. Over 1 minuut hebben we fireworks. Hoezo heeft Dart meer? Dan krijg je denk ik meer schade. Dat denk ik, want fireworks staat minder hoog. Zeg maar, daar heb je minder level voor nodig. Dus, I know, we zijn level 14. We moeten level 16 voor een nieuwe power-up shizzle ding. Ik zie niks. Ik moet toch van een berg afspringen. Nee, ik wil naar de steden. Oh, zag je dat? Dat was zo geweldig. Kunnen we de fireworks kunnen we bijna. Dan gaan we even op wachten. Sprung hebben we hierna. En smackdown. Maar wat doet Dart? Ik vraag dat me echt af. We gaan er even op wachten. De volgende plek is gewoon daar, hè? Ik weet niet wat we eigenlijk gaan doen met de fireworks. Gaan we gewoon zo van de cliff afspringen? Jazeker! Oh, nee, nee, nee. Je moet hem nooit als allereerste gebruiken. Ik zou het eerst doen als je veel botten hebt en je wil je record doen. Ik snap ook wel dat het echt voor level 7 is. Volgens mij is dat ook. Kijk, dit is een hele goede. Hoi meneer! Oh, haha. Dat is zo leuk als je net naast die moet landen. Dat is eigenlijk echt gewoon best wel een kleine kans. Yo, we gaan dus even niks doen. Misschien had ik wel iets meer naar voren kunnen springen. Dit zijn nog best veel botten, hoor. Dit zijn nog best veel botten. Onze average schiet wel omhoog, gelukkig. Alleen B hier gedrukt houden. Alleen B. Zo, die was best wel goed, hoor. Oké, ja, doe je met die W. Doe je met die W. Oké, laat maar. Ik had serieus gewoon lekker een recordje kunnen halen, hè. Zullen we het nog eens een keer proberen? Game Pass, eens kijken, hè. Is enabled. Wat als ik een disable? Yes! Let's go! Come on. Bam. Dat is een hele slechte. Ik breek geen botten. Waarom breek ik niks? Ik moet het eerste ding niet raken, denk ik. De eerste steen. Ja, misschien juist wel, weet ik veel. Kijk. Dat ziet er beter uit. Dat ziet er beter uit. Zet af. Zet af. Alsjeblieft. 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 Nee! Oh, waarom? Ik kon veel beter ook gewoon hiervoor sparen. Duurde niet heel lang om dit te krijgen. Maar dit noem je nou wel eens even badass. Oh, dit is veel hoger. Waarom gaat het nou weer niet goed? Ik moet denk ik meer... Oh, oké, okay, dat was heel veel. Yo, pik, zeg dat dan meteen, joh. Dude, zeg dat dan meteen. Dan ga ik 10 keer aan het begin dat ijs raken. Ik ging niet eens zo heel snel. En ik kreeg al 200 botten gebroken. Serieus, kijk mijn benen. Oh, jeetje, Mina, kom op, jongen. Ik moet even 300.000 krijgen per sprong. Waarom is het dan weer zo dikke poep? Ah! Kom op, kom op. Ik moet naar beneden. Ik moet echt naar beneden. Kom op. Kom op.
Yes. Bijna ook gewoon, hè. Zo bijna. Nog 30 botten. Nog 30. Oké, dat ijs is echt zo slecht. Hoe komen we ineens al zoveel botten de hele tijd? Ik word er gewoon helemaal stil van. Over 1 minuut kunnen we de fireworks en de dart. Ik weet niet wat ik vind van de fireworks, maar ik weet niet wat de dart doet. We skippen gewoon het ijs volledig. Krijg ik er serieus maar 16 botten van. Wat? 60 botten maar. Het maakt niet uit met hoeveel snelheid je iets raakt zo'n beetje. Het is niet het doel om hem dood te maken. Het is het doel om gewoon botten te breken. Dat is het doel. En zo kablam. Dat waren de beentjes. Nee. Waag het niet. Ja, go. Je gaat net zo goed. Kom op. Come on, dude. I don't get it. Maar in ieder geval, kijkers, laat een like achter als je het super haast vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.